Veel nieuws over Sega. We waren bij de Nintendo Labo Workshop en Shadow of the Tomb Raider is officieel aangekondigd. Ik ben Dimitri en dit zijn de nerdnieuwtjes van week 11 2018. Nadat Sega-fansite Sega Nerds de trailer online had gezet van de onaangekondigde Sega Genesis Collection voor de PS4 en Xbox One, werd die snel weer offline gehaald. Sega gaf aan dat ze de assets te vroeg online hadden gezet en dat ze de game zelf zullen aankondigen wanneer ze er klaar voor zijn. Een dag later had Sega er schijnbaar een beter gevoel bij toen zij alsnog de Sega Genesis Collection aankondigde voor de PS4 en Xbox One. Een Switch-versie is niet aangekondigd. Op de game staan 50 classics die op Sega's 16-bit machine, de Mega Drive, in de VS beter bekend als de Genesis, zijn uitgekomen. Denk bijvoorbeeld aan Sonic 1 en 2, Phantasy Star 2, 3 en 4 en Golden Axe 1, 2 en 3, om er maar een paar te noemen. De Sega Genesis Collection moet uitkomen op 29 mei. Daarnaast is aangekondigd dat Sonic Mania Plus, de fysieke versie van Sonic Mania, wel naar de Nintendo Switch en de PS4 en Xbox One komt. De game wordt geleverd met een artbook en bevat onder andere 2 extra personages en een 4-player modus. Die game moet deze zomer in de winkels liggen. En om de release van Sonic Mania Plus te vieren, zet Sega 5 korte afleveringen van Sonic Mania Adventures op YouTube. De serie wordt gemaakt in de stijl van de introvideo van Sonic Mania, waar zeer positief op werd gereageerd. Wanneer de eerste aflevering te zien is, is nog onbekend. En alsof dat nog niet genoeg Sega-nieuws was, is het bedrijf ook begonnen met het teasen van een nieuwe Sonic Race Game. We zeiden in Nerdnieuwtjes week 8 al dat hieraan gewerkt zou worden, maar Sega is het nu eindelijk aan het bevestigen. Warner Bros. Games heeft aangekondigd dat fans van Westworld vanaf april een eigen park kunnen beheren op iOS en Android. De mobile game wordt ontwikkeld door Behavior Interactive, bekend van onder andere Alan's Road to Riches. Ja, dat laten we even inzinken. En geeft de speler de rol van de nieuwe Delos-medewerker die verantwoordelijk is voor het welzijn van het park. Dr. Ian Malcolm, in het echte leven beter bekend als Jeff Goldblum, zou jou bijstaan in de game Jurassic World Evolution. De acteur heeft bekendgemaakt dat Dr. Malcolm de speler gaat helpen om het park met dinosaurussen te beheren. Dit wordt de eerste keer sinds 1997 dat Jeff Goldblum die rol weer zal vertolken. De game moet deze zomer uitkomen. Dit weekend was er in de Nemo Science Museum in Amsterdam een echte Nintendo Labo workshop, waar jong en oud kennis kon maken met Nintendo Labo. Op de dag dat wij er waren mochten we helaas niet filmen, maar we wilden wel even onze creatie met jullie delen en mededelen dat er heel wat zakken van Sinterklaas gevuld gaan worden met Nintendo Labo. Want het bouwen, spelen en ontdekken is super strak in elkaar gezet. Collega YouTuber Gameboy Tisco was er ook en dit is zijn werk. Wanneer we de gebouwde Toycons thuisgestuurd krijgen als Nintendo Labo uitkomt in april, dagen we Tisco dan ook graag uit tot een race. Nog niet bekend met Gameboy Tisco? We plaatsen een link naar zijn kanaal in de omschrijving. En nog meer Nintendo nieuws. Op 20 maart houdt de Big N weer een Indie Showcase. In deze direct-achtige presentatie worden Nintendo Switch games getoond die door de indies worden gemaakt. In de uitzending van vorig jaar kregen we onder andere de nieuwe No More Heroes voor het eerst te zien en de nieuwe Shovel Knight Amiibo collectie die nog steeds geen release datum heeft. Nadat de game al een keer of 125 gelekt was, heeft Square Enix eindelijk Shadow of the Tomb Raider aangekondigd. Dit wordt de derde game in de serie sinds Tomb Raider gereboot is en hoewel Square nog niet veel heeft laten zien van het nieuwste deel, weten we dat dit het moment wordt waarop Lara Croft de Tomb Raider wordt die we al jaren kennen. Nu de game is aangekondigd wordt alleen maar duidelijk dat dit niet een echte aankondiging was, maar een aankondiging van een aankondiging. Square Enix heeft op de site duidelijk gemaakt dat de echte onthulling op 24 april plaats zal vinden. Wat wel duidelijk is, is dat in tegenstelling tot de vorige delen, Shadow of the Tomb Raider niet tijdelijk exclusief is op de Xbox One en de PC, aangezien deze game ook gelijk op de PlayStation 4 uitkomt op 14 september dit jaar. Hey, bedankt voor het kijken! Alle bronnen van de genoemde onderwerpen vind je in de omschrijving van deze video en check vooral ook Gameboy Tisco's kanaal om te zien wat hij allemaal uitspookt. Hebben we een nieuwtje gemist? Laat het ons weten in de comments. En als je op de hoogte wil blijven van alle nerdnieuwtjes, neem dan een abonnement op dit kanaal en volg ons op Twitter. Of kijk hier de vorige aflevering van Nerdnieuwtjes. Tot volgende week!